Welkom bij weer een nieuwe vlog. Vandaag ga ik clinics geven bij mij op stal op Hippie Center in Nieuw-Keitenburg. En het leek me leuk om daar ook iets van te laten zien aan jullie. We proberen een klein beetje te kijken of dat je hier in het begin, zeker in het losrijden, nog niet te gek veel zeg maar, op de bluff wil laten lopen. Dus dat je hier een klein beetje reserves gaat maken, zeg maar. Dus ga je gewoon heel simpeltjes, ga je iets schakelen, gaan we een klein beetje meer bezig zijn met die achterhand. Zeker omdat je dat het moeilijk vindt, ga je gewoon wat kleine schakeltjes rijden om uiteindelijk van achter een klein beetje meer erbij te krijgen. Maar schakelen betekent niet alleen vooruit, maar ook gewoon eventjes een keer heel langzaam. Want in dat langzame, dan moet hij eigenlijk, ja dat vindt hij jij moeilijk, maar dan moet hij eigenlijk zo een beetje gaan joggen. En dan wordt hij eigenlijk alleen maar sterker van. Dan moet hij natuurlijk een beetje gaan zitten, dan moet hij een klein beetje gaan joggen. Dus daarin ga je proberen om daar wat schakeltjes zeg maar te gaan doen. Zo, en probeer hem gewoon heel zacht aan de voorkant, dat geeft niks, en daar heel zacht ietsjes aanvullen. Maar hier zit het wel, want als je dit beter voor elkaar krijgt en dan wordt daar een beetje sterker en hij wil daar een beetje gaan leren om daar te gaan zitten, zeg maar, achter het zadel, dat hij een klein beetje meer buiging wil krijgen, dan wordt dat wel steeds makkelijker straks. Want hij moet gewoon een klein beetje gaan leren dat hij gaat overnemen op het achterbeen. Zo, dan ga je vanuit hieruit weer een keer ietsjes vooruit. En dat geeft niks. Dat is ook kei moeilijk, want hij moet in één keer heel langzaam op het achterbeen, op eigen benen. Zo ja, dan ga je gewoon vanuit hieruit ga je gewoon wat kleine schakeltjes rijden. Zo, en dan ga je hier weer vooruit. Want als je constant zeg maar te langzaam gaat, dan raakt hij zijn energie ook een beetje kwijt. Dus op tijd ook eventjes een keer vooruit om die energie weer een keer op te halen, om daarna weer langzaam te kunnen gaan. Goed zo, dan ga je hier weer een keer ietsjes vooruit. Gelijk mooie reactie vragen op je been. Zo ja, en dan ga je ook weer een keer langzaam. Zo, goed. Zo. Kijk, voel je dat hij hier, wordt hij wel een beetje scheef, maar ging wel gelijk al iets meer overnemen op het achterbeen zonder dat hij er te veel uitviel. En rij je weer een keer ietsjes meer vooruit. Zo, en dan echt reactie vragen op je benen. Want dat was maar minimaal. Zo, en dan probeer ook goed je buitenteugel erbij te houden. Zo, ja. Want ook al denk je, ja, hij gooit zijn kont naar binnen of iets, dat je dan niet meer stelling met je binnenhand zeg maar moet vragen, of niet meer stelling naar binnen moet vragen, maar juist met je buitenteugel eigenlijk die schouder een klein beetje voor zijn binnenachterbeen wil zetten, zeg maar. Goed zo. Ga je daarin gewoon een beetje schakelen. Goed, maar als je zo meteen weer weg gaat, gelijk aan je been is. Zo ja, doe je zo meteen even nog één keer. Dat mag hij voor mij nog ietsje sneller reageren. Want hoe beter dat hij aan jouw been is, hoe makkelijker dat hij. Ja, goed zo. Dat geeft niks, want hij ging wel vanuit achteruit weg. Dan gaan we ook een klein beetje oefenen. Dat hij gewoon echt gewoon meer van achter naar voren wil gaan lopen straks. Zo. Hij is zo meteen nog een keer naar de stap. Is goed, Jessica. Voel je dat? Dat wordt al beter, hè? Dat trekt hij zelf al meer aan vanuit het achterbeen. Dat is wel een goede overgang daarna stap te maken, want hij blijft eigenlijk heel mooi wachten ook op jou. En hij neemt dan goed over daar op het achterbeen. Zo, en dan draaf je zo meteen weg en gelijk een mooie snelle reactie vragen. Zo, mag je nog één keer doen. En dan ga je kijken of dat je hem heel zacht, zonder dat jij gelijk te sterk wordt, dat je hem heel zacht gaat losmaken zeg maar aan de voorkant. Want als jij wegdraaft, doet hij eigenlijk een beetje zo zijn kaak op elkaar, zijn neus naar voren. Dus wel een snelle reactie vragen op je been, maar wel mooi zacht maken aan de voorkant tegelijkertijd, zonder dat jij gelijk versterkt wordt. Dus draag maar aan en los te maken. Goed zo, goed, dat was al iets beter. Doe het nog maar gewoon een keer, want hij moet daar gewoon goed aan het been komen, want hoe beter dat hij bij jou aan het been is, hoe makkelijker dat hij ook wordt aan de voorkant. Want als hij meer aan het been is, komt hij natuurlijk ook meer vanuit achteruit, hè? Vanuit die achterkant, vanuit die motor aan de achterkant, dat hij daar weer aan. Hou je benen mooi stil tussendoor, Jessica. Nog één keer, Mara. Goed zo. Dit is wel goed, want hij wacht hier wel mooi op jou. En dan neemt hij wel goed over daar op het achterbeen. Goed zo. En weer weg. Goed. En dan probeer voor jouw gevoel hem een klein beetje te laten rollen in de draf. Dus eigenlijk, hij reageert best goed. En hij geeft wel een snelle reactie op je been. Maar bijna te snel omdat hij zo'n hupsje maakt.
Dus doe maar heel even nog één keer stap. En dan probeer hem ietsjes door te laten stappen eerst. Dus je gaat hem een klein beetje aanvullen daar. Aanvullen, aanvullen, een beetje doorstappen. Daar in laten. Super. Goed? Ja, en dan daar vul je net een klein beetje meer aan. Eigenlijk uit het achterbeen en je laat het daar een beetje in de trap rollen. Dus dat is beter, dat is goed. En dan ga je tussendoor ook gewoon nog wat schakeltjes rijden, dat hij daar nog een beetje makkelijker gaat worden. Goed zo. En nog een klein beetje sneller op je been gaat worden. Goed, zo ja. Zo, en weer echt vooruit. Echt reactie vooruit. Ja, goed zo. Kijk, die voorkant komt zo meteen wel. Maar hij moet eerst dit. Dit is goed, super. Zo, en daar mag je ietsjes losser maken zonder dat jij gelijk te sterk wordt. Ja, dit. Voel je dat? Ja, jij moet loslaten, ja. Goed zo. En je wordt gewoon net te sterk. Goed. Dan ga je gewoon even een beetje oefenen. En die overhandjes kan je ook nog wel een paar keer oefenen hoor, zo. Dat je niet per se korter gaat maken aan de voorkant. Je moet kijken of dat je hem juist een beetje in de plaats van voor naar achter kort maakt. Maar meer een klein beetje van achter naar voren zeg maar aan elkaar gaat zetten, korter gaat maken. Dus maak hem alleen maar gewoon een klein beetje losser aan de voorkant. En een beetje zachter maken aan de voorkant. Zonder dat je hem zeg maar gelijk te veel naar je toe wil halen. Snap je wat ik bedoel als ik dat zeg? Zo. Nou, ga je ook tussendoor een keer een slangenvoltetje rijden. Wat voltetjes, dat je daar nog een klein beetje meer kan gaan gymnastiseren. Zo, weer een keer stappen en dan ga je ook tussendoor ga je ook een keer wat schakelen en een keer wat voltetjes rijden ook Tamara. En dan ga je kijken of dat je kan proberen in die voltetjes en eventueel in die slangenvoltetjes dat je gaat proberen wat ik net zei. Dat je net met je binnenhand iets van de hals af, juist daar binnen een keer stelling doorvraagt. Dat je buiging krijgt door het hele lijf heen. Niet alleen daar het nekstukje. Juist dit. Dat is wel even moeilijk, zou wel even wennen zijn. Ja. Maar dat ga je wel rustig aan proberen. Zo. Zo. Goed. En hier mag je een klein beetje meer aan je been. Voel je? Ja. Anders dan moet jij gelijk weer te veel gaan doen. En dan moet je ook gelijk weer te sterk worden. Hè? Ja. Reactievraag op je been daar. Kom. Juist. Inderdaad. Goed zo. Mijn reactie vind ik. Dat is goed Tamara. Super. Je wordt die buiging, vind ik wel beter. Dan wordt die voor mij bijvoorbeeld iets losser dan Jessica. Voor jou ook? Ja, nou dit is de moeilijke kant. Nou oké, okay. Maar dan ga je dat mooi losmaken ook. Juist ook goed aan je buitenteugel zetten dan. En echt mooi losjes maken, ook om je binnenbeen heen. Goed. Probeer hem niet korter te maken, maar juist die buiging een klein beetje door te vragen met je binnenhand naar binnen. Dat je niet zegt, nou ga hem hier naar me toe, want dat vind ik vrij moeilijk. Maar hier gewoon die buiging. Dat je niet stiekem te veel gaat blijven prikken daar, Tamara. Een beetje strenger aan je been zetten. Kom, nog je been. Laten we op jou letten. Juist. Goed gedaan. Zo, ja. Mag je daar een keer strenger doorvragen aan de voorkant, hoor. Als je dan even je duidelijk zegt wat je wil, dan kan je daar nog wel je hulp weer weglaten. Kijk, want hier moet je ook te veel doen, hè, Jessica. Dat gaf jij natuurlijk al aan, dat ik daar dan een klein beetje te sterk wil worden aan de voorkant. Juist
klein beetje te veel terug, overdreven gezegd. Gewoon een keer naar het hals en dan je handen mooi laag. Zo. Goed zo. Ja. Goed. Doet het. Ja, hier weer handen laag, hè. En wat achter een klein beetje aanvullen, daar Jessica, voel je dat? Vul hem eerst maar een keer aan vanuit achteruit. Ja, braaf, goed zo. Kijk, want daar is hij dan net, dat is maar minimaal, maar dan is hij net een heel klein beetje achter je been. Zo, en dan wil jij hem aan de voorkant eigenlijk een beetje wat logisch is, dat jouw gevoel zegt, oh hij is sterk. En dan wil je daar een beetje meer doorheen werken. Maar eerst die achterkant snel, die achterkant moet vooruit denken, dan kan je hem losser maken aan de voorkant. Want dat is zeg maar een beetje dat gevoel dat je hem juist van achter naar voren voor te maken in plaats van overdreven gevecht van voor naar achter. Niet dat je het zo overdreven doet. Maar dat je dat in ieder geval zo hebt, dus het zo. Oh, je gaat me even volgen, Jessica! Nee, ik sta niet vol. Oh, sorry. Ik dacht, ik maak een andere. Juist. Peter, slaan. Twee. En dan prik opzij. Twee. En dan prik opzij. Juist. Voel je dat? Nog één keer. Dus hij moet net even iets duidelijker gewoon voor je binnenbeen opzij gaan denken. Afwenden. Twee teugels recht. Twee teugels recht. En dan prik opzij. Twee teugels recht. En dan prik opzij. Twee teugels recht. En dan prik opzij. Minder stelling rechts. Juist. Ja, dat is goed. Laatste stukje gevolgd. Draven maar rustig uit. Zo, en weer klein schakelen. Juist. Goed, dat hij daar niet even mooi van achter naar voren een klein beetje meer vooruit gaat denken. Zo ja. En ook weer even een keer iets langzamer. Mooi iets meer achterop zetten. Juist. Zo. Iets meer buiten teugel en weer doordraven. En weer doordraven. En weer doordraven. Juist. Zo, dat hij hier gewoon nog meer gaat leren. Dat hij echt zijn lijf gaat gebruiken. Goed zo. Buiten. Zo. En ga op eerst hem weer een keer rustig aan. Makkelijk. Nog een keer terug. Makkelijker denken. Buitenbenen achter. Zo, dus nog één keer terug naar draf. Jij denkt dat hij misschien een beetje gaat ontploffen, hè? Ja. Ja. Probeer niet te veel terug te denken. Laat hem er maar een beetje in rollen. Ietsjes doordraven. Nee, eerst even, want hij weet al wat er komt nou. Zo, niet te harder als dit. Nou, gewoon buitenbenen achter. Ja. Ietsjes doordraven, niet te langzaam. Goed, nog één keer. Rustig terug naar draf. Ietsjes doordraven. Laten we er maar een beetje in rollen. En, hallo. Oh, ietsjes beter. Goed dan? Dus net even. Ik snap dat je daar iets voorzichtig wilt doen. Maar probeer echt te voelen dat je hem er ietsjes in kan laten rollen. Anders dan denkt hij echt net te veel terug als je aan moet galopperen. Zo, en even rechtuit. En zet hem mooi recht. Juist, onderbenen mooi lang. Niet stiekem net even een klein beetje te veel helpen. Maar juist, hij moet het werk doen. Hij moet juist meer van achter naar voren. Daar blijf ik galopperen zonder dat jij hier te veel voor moet doen. Werk er mooi iets door het lijf heen. En daarna je hulpen weer mooi weglaten. Goed zo. Maken naar de draf. Echt een vlogger jij, Elieke. Zo, en simpel. Kijk, hoe de tuin er niet teruggevallen. Maar in deze kant zou ik ook aan proberen, maar simpel. Iets van achter naar voren vooruit laten denken. En laten we er simpel in rollen. Ook niet te groot zijn met je hulpen, maar gewoon makkelijk. Ja, en denk ietsjes vooruit hier weer. Maak jezelf lang. Samen nog meer van achter naar voren door het lijf heen gaan werken. Goed. En weer een keer schakelen. Echt vooruit. Mag je been? Reactie vragen? Ja, kijk. Daar trek je door van achter naar voren. Goed dan. En ook weer rustig. Iets langzamer.
los te maken. En weer vooruit. Goed. Kijk, want hij reageerde daar eigenlijk heel mooi op dat je daar terugkwam. Dan moet je opletten dat hij er niet uitvalt. Omdat hij nog niet echt sterk genoeg is, kan hij daar zeg maar dan zijn kracht verliezen om eruit te vallen. Dan moet je op tijd daar even vooruit om die energie weer op te halen. Goed. En zo een keer rustig terug naar draf. En dan een keer naar stap. Denk je dus vooruit. Nou, ik hoop dat jullie zo toch nog iets meegekregen hebben van de clinic. Ik had ook niet de hele tijd iemand die voor mij kon filmen. Dus ik was al lang blij dat er iemand was die voor mij af en toe wat kleine stukjes kon filmen. En er stond ook af en toe een beetje een harde wind. Dus je kon het misschien niet altijd heel goed horen. Maar ik hoop toch dat jullie er iets van gezien kunnen hebben. Wat ik sowieso heel belangrijk vind is als je clinics geeft, zeker met nieuwe combinaties, maar ook met combinaties die je al kent, eventjes duidelijk vragen. Ja, sowieso natuurlijk eventjes voorstellen. Wie ben je? Hoe gaat het? Wat voor niveau rij je? En wat wil je graag van mij leren? Heb je nog problemen waar je tegenaan loopt? Dus dat zijn eigenlijk wel een paar belangrijke puntjes. Tussendoor is het ook belangrijk om nog even te vragen of dat ze het allemaal snappen. Is het allemaal duidelijk wat ik zeg tot zover? En aan het einde of dat ze natuurlijk nog vragen hebben of dat ik nog vragen kan beantwoorden voor ze. En verder was het eigenlijk een hele geslaagde en gezellige dag. En het was natuurlijk bij mij op stal, dus het was natuurlijk ook nog extra gezellig. En ja, wat wil ik voor de rest nog zeggen? Niks denk ik. Dus ik hoop in ieder geval dat jullie zo nog iets meegekregen hebben. Ik hoop dat jullie deze video ook leuk vonden. Vonden jullie hem nou leuk? Dan eventjes het duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En tot volgende week.